Als de verkeerspolitie op de A2 van Abcoude in de richting van Breukelen rijdt, zien ze dit. Uit een auto rechts komen grote zwarte rookpluimen. Wat is hier aan de hand? Het is bepaald geen sigarettenrook. Het gaat hier om een oud model Nissan Petrol. En het grote gele bord achterop verraadt dat hij staat geregistreerd als MMBS, oftewel een motorrijtuig met beperkte snelheid. Deze mag niet harder dan 25. Ik heb een MMBS op de snelweg. Dat weet ik niet. Ja, hij rijdt gewoon dik boven de 90. Nou, kan hij er mooi af, toch? MMBS'en worden vaak gebruikt in de landbouw. Je hoeft onder meer geen wegenbelasting te betalen en een APK hoeft ook niet. Voorwaarde is dat de auto een snelheidsbegrenzer heeft en dus niet op de grote weg komt, laat staan op de snelweg. Welke kappel sta je? Gewoon op rechts? Nee, ik ga nu de weg onderdoor, dus richting de McDonald's, zeg maar. Dat is op links dus. De politie is heel benieuwd naar het verhaal van de inzittende. Bestemming is station Breukelen. Kan hij namelijk gelijk de trein nemen omdat we zijn MMBS in beslag nemen? Aangekomen bij het station blijkt dat er uit de Nissan een flinke hoeveelheid diesel lekt. De inzittenden vertellen dat ze op weg zijn naar een boerenprotest. De bestuurder krijgt een boete voor de snelheid en de auto wordt in beslag genomen om vernietigd te worden. De inzittenden zullen hun reis inderdaad per trein voort moeten zetten.